Dit is Vladimir. Vladimir werkt in het VU Medisch Centrum in Amsterdam-Zuid. Hij woont echter op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Dagelijks moet hij reizen tussen Noord en Zuid. Eerst probeerde hij dit reizen met de auto. Dit was onbegonnen werk met virus in de spits. Hij probeerde daarna dit reizen met de fiets. Deze afstand was echter te lang voor Vladimir. Het huidige openbaar vervoer was de enige oplossing, maar overvolle metro's en laat vertrekkende bussen, 3 keer overstappen, onbegonnen werk. Het wordt tijd voor iets nieuws. Het is tijd voor de Noord-Zuidlijn. Dit is de bouwput van de Noord-Zuidlijn, het nieuwe meesterwerk van Amsterdam. Deze lijn is maar liefst 9,7 kilometer lang, bevat 8 stations en gaat dagelijks 265.000 personen vervoeren. En welke voordelen heeft dit voor Vladimir? Vladimir is nu binnen 16 minuten op zijn werk in plaats van 40 minuten. Vladimir blij, baas blij, heel Amsterdam blij. Een win-win situatie. Dit is de kaart van Amsterdam. Zoals je ziet is Noord helemaal niet verbonden met het centrum van de stad. Hallo, mag ik u iets vragen? Ja. Komt u toevallig uit Amsterdam Noord? Nou, het gaat mooi uit. Wilt u mij zeggen wat dit is? Het vierde gymnasium. En wat is dit? Dat is een pont. En even kijken of je deze weet. Kan je me vertellen wat dit gebouw is? Nee, ik zou niet weten. Zo zie maar weer dat deze doorsnee Noordeling niet weet wat het Paleis op de Dam is. Noord-Zuidlijn is hard nodig, want... Dan kan mijn kameraad te gek ook een keer het Paleis op de Dam bezichtigen. Hoezee. Parijs heeft de Eiffeltoren. Rome heeft het Colosseum. Barcelona heeft die ene kathedraal. België heeft lekkere friet. En Amsterdam heeft... Zuidlijn verpest in de stad zit. Kijk wat een chaos, totale mislukking. We staan hier nu beneden bij de Noord-Zuidlijn. Zoals je ziet, dit is een chaos. Stop.
Stop the Noordzee. Amsterdam is financieel plat. Het plan van de Noord-Zuidlijn zou oorspronkelijk 1,46 miljard kosten. Dit bedrag is nu al meer dan verdubbeld. 3,1 miljard. En ze zijn nog lang niet klaar met bouwen. Dus dat kan ook nog oplopen. 3,1 miljard kan je ook voor andere dingen besteden. Wat zou Vladimir met dit geld doen? Een auto? Een ruimteschip? Een vliegtuig? Yeah, intermission. Een vliegende rotzak? Een raket naartoe? Een computer? Turkische pizza? Oftewel verspild geld. Noord-Zuidlijnplan werd in 1999 goedgekeurd. Vandaag, 12 jaar later, is het plan nog steeds niet afgebouwd. Het is zelfs minstens 6 jaar vertraagd. Wat zou Vladimir doen in deze tijd? Dat interesseert ons niet. In 2009 is het stadsarchief in Keulen ingestort. De oorzaak van dit ongeval waren de werkzaamheden aan de Keulse Noord-Zuid metrolijn. Dit bedrijf bouwt nu onder onze stad de Noord-Zuidlijn. Er zijn veel belangrijke gebouwen in Amsterdam die slachtoffer kunnen worden van de werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn. Voor sommige gebouwen is het al te laat. Stop de Noord-Zuidlijn voordat het te laat is. Ga de straat op en demonstreer.